Shailendra Giriasingh, ondernemer en parlementariër van de vooruitstrevende hervormingspartij VHP, is vandaag in Nederland overleden. Giriasingh vertegenwoordigde het district Kommewijnen in de Nationale Assemblée. Hij heeft zich gedurende zijn actieve jaren onvermoeibaar ingezet voor de inwoners en hun noden. De VHP is dankbaar voor het vele werk dat Shailendra en de familie Giriasingh voor de partij, land en volk hebben gedaan. In een verklaring geeft de partij aan dat in gebed en gedachten Shailendra Giriasingh altijd herdacht en herinnerd zal worden als een markante persoon met hart voor zijn medemens. We wensen de nabestaanden veel kracht toe om dit verlies te verwerken, zegt de VHP. Bij het partijcentrum van de VHP is er een condoleansregister ter intekening gelegd. Shailendra Giriasingh is 62 jaar geworden.